Ik, studeer, ik stuur hele korte berichten, ja. Echt maximaal kort. Ja, gewoon even Ik heb van klachten gehoord dat het eigenlijk hoogst onvriendelijk is. Ja, maar het is wel lekker efficiënt. Ja, ja maar ook dat is, dan word je uitgenodigd voor een huwelijk en dan mail je terug <laughs> graag. Hoe laat begint het? er he? zijn mensen gepikeerd dat je niet zegt, wat leuk, gefeliciteerd. He? Of dat je niet mailt van beginner niet aan, of nou ja, dat, dat. Nee, ik zie dan geen reden om tekst veel tekst te gaan versturen, dan moet je weer gaan zitten typen. Ja. He? Het verloss hem. Kunt u mij horen? Ik dacht eerlijk gezegd bij mijzelf toen ik langzaam de trap afkwam. Weet je wat ik wel eens zou willen: een omvangrijke parlementaire enquête naar dat hele bedrijf. Wat al in de jaren 90 begonnen is, om. De Nederlandse overheid dus, de, de, hoe moet je dat zeggen, om daar te bezuinigen, de stroomlijnen, te digitaliseren, de bekende kleine slagvaardige overheid. Dat zou ik nou wel eens, wat, wat wij verwoest hebben in, in die kwart eeuw die daar sinds die tijd voorbij is. Want ja. natuurlijk in toenemende mate wordt op tal van terreinen duidelijk, ja, dat het, het overheidsapparaat in feite een zootje is, hè. Als je in zo'n moderne klas binnenloopt, dan denk je ook... Als... Ik denk ook altijd tegelijkertijd, ik ben een oude man. In, in onze jaren heerste er een vrij uitgesproken discipline, ook op de lagere school al. Je zat daar niet de hele dag te keten, door elkaar heen te lopen. En dan ook met die stomme tafeltjes zo, met zo van die karretjes Dat is natuurlijk ook niks, daar voel je al aan nou, dat dat niet goed is. Dus ja, misschien ben ik ook ouderwets in mijn opvattingen. Ja. Ik denk dat iedere generatie denkt dat hun standaarden. Dat dat, uh... Ja, ik denk dat de grootste fout die met name het onderwijs gewijg, uh, gemaakt is. is dat idee dat onderwijs altijd leuk moet zijn. Het is vaak helemaal niet leuk. Het is vaak stronsvervelend. Als je Franse werkmoorden moet leren. althans als je vindt dat is een andere kwestie. Het curriculum. Hè? Ik heb het toch wel eens verteld dat het curriculum. wat ik heb gestudeerd. toen ik in begin 63 aan de geschiedenisstudie begon tot het eind. Dat bestaat helemaal niet meer. Was Franse revolutie, opkomst van het fascisme, derde rijk, eh, nationaal socialisme, allemaal dat soort van dingen. Eh, op liberalisme uit de 19e eeuw, nou ja, dat is allemaal... Het woord China is in mijn studie nooit genoemd. Nee? Nee, er waren helemaal geen Chinezen toen. Ik weet niet, ja, een beetje achter het Midden-Oosten was het, was het eh, gobi Woestijn, en daar woonde niemand. Er werd helemaal niets over gezegd? Niets, niets. Ook no, niet dat het was. Was. Ja, misschien iets over Mao tse over de communistische revolutie van 1949. Maar met, met, nu is er een hele brede aandacht voor China, de economische ontwikkeling van China, creativiteit van de Chinese samenleving, allemaal dat soort van dingen. Ja, dat was er helemaal niet. Bij, ik toen? kan me herinneren dat wij steeds worden de slapende reus. China, de slapende reus, dat werd ja, een keer Ja, maar de slaapt slaapende slapen, reus, daar sta je even naast, die hoort het snurken, denk je, ja, hij slaapt nog steeds en hij, hij, hij is anders doen, toch? Eh, je bent pas geïnteresseerd als dus de reus wakker, wordt en de boel kort en klein slaat. Ja, maar dat was dus in die tijd, werd, werd er dus gezegd van, ja, daar nou gaan we... Nee, dus maar dit... jij zat alweer dertig jaar na mij op ja. school, dat scheelt ook natuurlijk ja. enorm. Ja, ja die vrouw, die hadden, die waren, Mao is doodgegaan in 76. Die, 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 die Chinese revolutie, economische revolutie bedoel ik natuurlijk. Die begint in, in nou ja, zeg maar 78, 79. En aanvankelijk hadden we totaal niet in de gaten wat er precies gebeurde. Maar dat de aardverscha... dat de reus wakker was geworden. Niet waar? En, en op zijn wekkertje keek. En, en, en... ik dacht: van, Jezus, het is al laat, ik moet opstaan. En, nou, <laughs> enzovoort. Ja. ja. Maar goed, oké, okay, um, even kijken. We hadden nog um, een paar reacties gekregen. Moet ik eventjes kijken wat mensen stuurden over... Um, er was een mevrouw heel boos dat we weer waren begonnen... over uh, de verkeersinfarcten in Den Haag en Leiden. Die zei, ja, hoe vaak uh, gaan jullie dat nog benoemen? Het is een ellende en het blijft een ellende. Zoiets, zoiets zei zij. Dus uh, ik zal even kijken. We hadden namelijk... Nou ja, het is een heel nieuw gezichtspunt natuurlijk. Namelijk dat je zegt, het is een ellende en het blijft een ellende. Dat geldt namelijk voor vrijwel alle ontwikkelingen op deze planeet. Dus dan, dan, ik weet niet precies waar we het dan. Dat zou die mevrouw ons dus kunnen zenden: een berichtje, een WhatsAppje. Eh, waar zij het dan over wil hebben, namelijk de positieve dingen. Ja. Dat bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling van Koevoorde. dat dat al jarenlang een voorbeeld voor de wereld is. Dat het daar zo vlot gaat. om de eenvoudige reden dat er geen verkeer is. Ja. Denk ik hoor. Dat weet ik niet hoe het in Koevoorde zit. Want als je natuurlijk elimineert. Als je, als je alles elimineert wat niet in orde is, en dat je, als je dat gewoon denkt, nou ja, het is toch, het is toch klote. Dus waarom zouden we er überhaupt nog iets over zeggen? Dan wordt het, wordt het ook wel heel. Ik weet niet of ze dat bedoelt, maar het wordt dit het een hele eentonige podcast. Want dan hebben we alleen nog maar nieuws van: wist u dat, dat er in, in de Wieringen Meerpolder al drie weken geen uh, dodelijke uh, slachtoffers zijn gevallen? Of nou. Ja. Dat soort zingen. Er zijn wel ook wat mensen die hebben andere steden nog doorgegeven. Bijvoorbeeld Martin van Lange, die vindt Hilversum afschuwelijk. Als ja, het dat om het klopt. Verkeer. Ik sta 100% achter Martin van Lange. Hilversum is een chaos. En bovendien, de Hilversum zijn chaos. Dat is nog veel erger. heeft geleid tot leef bij Hilversum. Leef bij Hilversum heeft geleid tot leef bij Utrecht. Leef bij Utrecht heeft geleid tot leef bij Nederland. En dat heeft ons dat ongelukkige geval van Fortuin gebracht. Ja. Ja. Dus eigenlijk ligt de verkeerschaos van Hilversum, ligt ten grondslag, is het fundament, niet waarvan het, de, de plot, het plotseling ontwaken van het Precies. Nederlandse populisme. En ja, Voor de mensen die daar nooit komen in Hilversum, je, hebt de, je gaat de snelweg af, en als je dan helemaal op het Mediapark moet zijn, moet je helemaal Hilversum door, dus je moet ja, de randweg dat door. dat moet je ook absoluut niet doen. Je moet die, die, die weg eromheen rijden. Je gaat bij Hilversum Dat is moeten, ook al een heel risico, dat is het bord naar Loosdrecht, zou ik maar zeggen. Ja, dan ga je naar de A1, ga je toe. Dus dan pak je de A27 en dan ga je een stukje... Nee, Het is wel helemaal veel te ingewikkeld voor mij. Ik weet, het enige wat ik weet is hoe ik van de A27 afkom en dan tenslotte bij het, het AKN-gebouw terechtkom. Dat is alles wat ik weet. Ja, maar dat, is, als je, dat, dat ligt eerder in Hilversum. Als je op het Mediapark moet zijn, moet je veel verder doorrijden. Als je naar de Op1-talkshow gaat, die zit nu toch in Hilversum, of niet? zitten die nog in ja, Amsterdam? Ja, zeker wel. Dan zit ik in een taxi, dus dat let ik niet op. Oké, okay, maar dat ligt verder weg. Dat, dat gebouw wat jij hebt van de slimste, dat ligt vooraan ja, vond, in Hilversum. Zeg, ik ben daar dus één of twee keer geweest in die nieuwe studio, maar het A was het niet gezellig en B moest ik allemaal trappen op en af. Daar heb ik ook een boertje dood aan. Ik sprak laatst een man die is in de raad van Hilversum gekozen voor het CDA. En die zei. Binnenkort zijn alle problemen voorbij. Want ik vertelde hem wat voor ellende het daar iedere keer is. Hij zei: We gaan namelijk een tunnel gaan bouwen. En uh, dan, dan moet het helemaal uh, veranderd zijn. Dan wordt het helemaal beter. Ja, dat is een onderdeel van het door mij al jaren geleden bedachte plan. Om het hele Nederlandse infrastructuur onder de grond te leggen. Ja. Geld hebben we zat. Helemaal geen probleem. Even kijken, Arnhem wordt ook genoemd door Bart Wattenberg. Ik weet niet of Arnhem zo, uh, zo erg is. Ik heb geen idee. En dit is ook nog wel een aardige Kevin van den Berg. Die zegt: Als maaltijdpakketbezorger is elke stad auto-onvriendelijk. Daar dus rijdingen... zal wel wat in zitten, denk ik. Hm. Maar ik dacht dat die maaltijdbezorgers allemaal op elektrische fietsen zaten, toch? Ja, die, die vliegen je voorbij. Ja, man, ja. man, we gaan die lui hard heen. Ja. Tjonge. dan heb ik begrepen dat als je zo'n fiets harder dan 40 kan. Dat er allerlei wettelijke voorschriften toch zijn. Dat maar. je een helm op moet. Jij wilde ja, toch ook precies, Je ja. wilt ook zo'n fiets kopen, toch? Nou, ik heb heel even gedacht met het idee zo'n pedelec te kopen. waar je ontzaggelijk hard mee kunt. Die kunnen 50 kilometer per uur of zo. En dat werkte wel op mijn verbeelding. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Maar ja, dan moet je dus. Ik heb begrepen dat er tal van mensen. die zo'n pedelec aanschaffen, omdat vaak. In, zeker in een randstad, eh, fietsroutes eh, sneller van A naar B komen dan, eh, laten we zeggen, de, de autoroute. Maar, maar, maar ja, ik ga natuurlijk geen periode. ik ben, ben een op de weg. En moet je ook een helm op, hè? Daarom, dus ja. dat gaan we niet doen. En David Pronk zegt: Utrecht is praktisch gezien een permanente verkeersomleiding. Ja, nou, dat is het voordeel van dat ik nogal natuurlijk aan de rand van de stad woon. Want ik ben hier toch. Nou, tegenwoordig hebben ze de... Nee, we moeten hier niet lang over door, zei ik. Want ik wou nu wel iets gaan vertellen over het, het stoplicht bij de Adriaan van der Stadelen. Want dat wordt allemaal wel erg is dat? gedetailleerd. Is dat hier om de hoek? Ja, een eindje hier verderop. En, 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 en ging dat eigenlijk vrij vlot. En tegenwoordig staat er vaak al een file van, 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 de, van de vorige kruising tot, tot dat stoplicht. Maar dat, dat wil ik de mensen met die nee. podcast... Spoelt u dit even door? Kunt u dit even doorspoelen? Je gaat even naar de wc of zo, dat kan ook. Hoe, uh, nog eventjes over Oekraïne, de laatste ontwikkelingen. Wat is je opgevallen in de kranten over uh, wat daar nu gebeurt? Want uh, nou ja, de, we krijgen niet heel erg veel mee, hè? We nee. Die staalfabriek, nee. Uh, die zou nu wel in de handen van de Russen zijn volledig. Nou ja, dat, men zei dus, dat het was een, een opdracht van, uit, uit Kiev... dat die de laatste troepen in die staalfabriek... die moesten zich overgeven aan de Russen, begreep ik. Die zijn afgevoerd in bussen... Waarbij de New York Times geloof ik berichten van zullen zij berecht worden als oorlogsmisdadigers of gewoon als krijgsgevangenen. Ik zou zeggen ja, als krijgsgevangenen, lijkt mij eerlijk gezegd vrij voor de hand liggend. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet van twee partijen in feite eh, tegen elkaar op gaat bieden op het punt van oorlogsmisdaden. Want dat wordt natuurlijk een ramp voor alle betrokkenen. Al moet ik zeggen, ja, die russen hebben zich wel enorm misdragen. Op tal van punten. Dat is kennelijk een weinig gedisciplineerd leger. Dat wisten we in feite al. Maar ik vind dat toch op zichzelf een, een, moeizame, een moeizame ontwikkeling, eerlijk gezegd. Um, en verder hebben we geen duidelijk beeld van uh, wat zich daar in die oostelijke Oekraïne afspeelt. Ik heb wel begrepen dat Kharkov toch zodanig bevrijd is. Ik doe dat tussen aanhalingstekens dat het niet meer erg eh, direct kwetsbaar is voor artilleriebeschieting. Dus dan moet je toch in die toch op enkele tientallen kilometers afstand gezet zijn. Dat is een interessante en belangrijke ontwikkeling, want natuurlijk de twee grote moderne steden in de Oekraïne zijn Kiev en Kharkov. Dus die zouden dan in principe bevrijd zijn van elke directe bedreiging door Russische troepen. Maar ja, het blijft natuurlijk een, een interessante vraag, hoe gaan we een eind aan dit hele conflict maken? Eh, gaan we toch wachten op een soort, op een soort slag, eh, waarschijnlijk dan toch ergens in de oostelijke Oekraïne, tussen de Russische bezetters aan de ene kant en, en de Oekraïnse potentiële bevrijders aan de andere kant? Zal er een deal tot stand worden gebracht waarbij eigenlijk de Russen, waarbij er mooi langdurig gaat worden onderhandeld en de Russen toch claimen dat ze een soort oostelijke zone in bezit willen houden? Globaal. Wat ze al hadden met die, met die, met die criminele republiekjes, Donetsk en, en Luhansk. Uh, ze zullen waarschijnlijk toch wel vasthouden, uh, ook als daar fors voor, voor moet worden gevochten, tot, op, op, aan, die, aan die directe toegang tot de Krim. Uh, sowieso was toch traditioneel het zwaartepunt van de Oekraïne, was eerder die, die oostelijke en, en zuidoostelijke stuk van de Oekraïne, begreep ik. Met helemaal geen Oekraïne-deskundigen. Ik heb geen idee. Ik zie er voorlopig niet zo'n geweldig een eind aan komen. Maar je hebt natuurlijk die opgewekte berichten van die chef van de Oekraïense geheime dienst. Die zei: Nou ja, als ik alles uh, op één beschouw. Uh, dan, dan moet je zeggen, dan zou het toch. Uh, ik weet niet, met begin, bij het begin van het najaar afgelopen nou, moeten ja. Dit jaar nog niet. Want dan nog. hebben wij gewonnen. Ja. Dat was zijn claim toch? Ja. Ja. Dat zullen we af moeten wachten. En ze willen alle gebieden die nu ingenomen zijn, willen ze terug. Ze gaan niks Want anders. doen. Vergeet, vergeet geven. niet, er is altijd tussen offensief en defensief. Er is een enorm verschil. Eh, als je offensief heb je, wil je succes hebben, dat loopje moet je dan wel drie op één lopen. Dus dat wil zeggen, drie keer zoveel offensief materiaal als, als defensief. Eh, dus op het moment dat de Russen besluiten, we zien af van uh, geweldige veroveringsclaims. Maar we, verdeven, we richten eigenlijk die hele, die hele oostelijke strook defensief in. We graven ons in. Dan, dan verschuift die verhouding natuurlijk. Dan zullen de Oekraïnse, die Oekraïnse legers al over een forse superioriteit. Of in ieder geval een veel betere gevecht, gevechtkracht moeten beschikken. Om dat ongedaan te maken of terug te dringen. Dat lijkt mij ook een probleem. Maar ik, eh, nogmaals, volgens mij, kijk, beide partijen. Stond ook ergens, ja, voeren natuurlijk een geweldige propagandaslag. Ja. En claimen dat er allerlei dingen goed gaan waarvan we niet zeker weten of ze wel goed gaan. Ja. ja, en als je toch de speech van Poetin. Ik zet mij toch op dat, dat het, dat het, het, het Oekraïne-nieuws al, al aanzienlijk minder was dan, uh, zeg, twee weken geleden. Ja, het ergens, we wennen eraan, hè? dus het is niet meer zo schokkend. Tenzij ja. er natuurlijk weer iets heel ergs gebeurt. Eigenlijk precies wat Zelensky al een week geleden zei. Pas op dat je er niet aan wenst en dat je niet denkt van, nou ja, altijd gekloot in de Oekraïne. Hè. nu is het een beetje, zoals die mevrouw schreef over Leiden en Den nou is het een beetje positief nieuws. Hè. Nou gewoon is een land waar ze niet de hele dag op elkaar schieten. Ja, nu zijn de sms'jes van Rutte zijn groter nieuws dan de oorlog in Oekraïne in het 8 uur journaal. Ja. Dat is ook zo'n heel fijne kwestie waar iedereen zich enorm over op kan winden. Ja. Ja, iedereen weet dat je dit soort van berichtjes hebt. Je hebt zelf ook van die berichtjes die denken, nou, ik ben wel blij dat niet iedereen toegang heeft tot mijn WhatsApp berichtjes. Oeh, ik moet er niet aan denken wat ik de laatste dagen verstuurd heb. Dat zal toch wel? Je betrekt het vaak op jezelf, dit soort van dingen. Ja. Ik denk dus ook dat de mensen... Ja, ik ben helemaal geen WhatsApper. Ja, ik heb vrij vervelend ja Ik heb nooit begrepen wat er mis is met e-mail. E ja, nou in principe is het allemaal hetzelfde. Het is communicatie uh, ja, op, op, op schrift. En het is toch altijd, volgens mij heeft iemand het ook eens gezegd. je moet toch Als je emotionele dingen moet bespreken, moet je gewoon bellen. Of iemand fysiek even ontmoeten. En, en er zijn mensen die vechten dat helemaal via WhatsApp en de e-mail uit. Ja, dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal uh, als je dat ja, dan moet gaan nemen. Ja, dat is waar. Bellen kan dingen ook gecompliceerder maken dan direct nodig is. Uh. Ik, ik ben ook, ik moet zeggen, ik ben eerder geneigd om een, een, een e-mail te versturen. Dat is denk ik mijn, mijn hoofdbezigheid in allerlei opzichten. Ik antwoord wel op WhatsApp, maar voornamelijk als anders zal ik niet gauw initiëren, zal ik maar zeggen. Um, en ik denk natuurlijk ook vaak, laat ik maar even een bericht sturen, dan hoef ik niet te bellen. Nee, dat is wel waar, maar jouw berichten zijn heel kort, dat is fijn. Maar er zijn ook ik mensen die stuur... sturen een hele lappe tekst. Ik stuur, ik stuur hele korte berichten, ja. Echt maximaal kort. Ja, gewoon één zin. Ik heb klachten gehoord dat het eigenlijk hoogst onvriendelijk is. Ja, maar het is wel lekker efficiënt. Ja. ja, maar ook dat is dan word je uitgenodigd voor een huwelijk en dan ben je terug <laughs> graag. Hoe laat begint het? Er he? zijn mensen gepikeerd dat je niet zegt wat leuk, gefeliciteerd. He? Of dat je niet mailt van begin er niet aan. of Nou ja, dat. dat. Nee, ik zie dan geen reden om, text, om veel tekst te gaan versturen. Dan moet je weer gaan zitten typen. Ja, eh? ja nee, daarom lekkere korte nou, zinnen. Als ik er een wonderbare typist was, maar dat ben ik helemaal niet. Maar ik zal je vertellen: ik denk dat heel veel mensen bij bedrijven. en ook misschien op de universiteit. het heel fijn vinden als je gewoon kortere mails stuurt. Dat scheelt een heleboel tijd bij heel veel mensen. Gewoon twee zinnen. Ik vind twee al veel hoor. <laughs> ik heb vaak één zin. Ik, ja. ik kort ook altijd alles af met. Frr, frr, eh, MVR. Eh. Ik hou het echt zo kort mogelijk allemaal. Ja, maar dat zou de bedrijf ook eens moeten doen. Ik snap dat niet alles uh, helemaal in de korte zinnen te vallen Ja, he? omdat je anders stuk vervalt erbij. Anders ben je al anderhalf uur per dag bezig met, met mail of WhatsApp ja. berichten te behandelen. Maar dat is natuurlijk wel de dagelijkse praktijk voor heel veel mensen. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken, eerlijk ja. gezegd. Dat ga ja. ik niet doen. Ik weet niet of je iets met de Titanic hebt. Maar er is één iemand die zegt... Uh, zou je eens iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de Titanic? Dat weet ik best. Dat kan heel kort uh, behandeld worden, de Titanic. <laughs> Dat was namelijk een van de modernste en grootste uh, stoomturbineschepen die op dat moment in de vaart waren. Uh, die was ook uitgerust met, met allemaal van die, hè, van die waterdichte schotten, zoals dat heet. En die voer uh, met relatief grote snelheid over de Atlantische Oceaan via de noordelijke route. En die is bij die gelegenheid, uh, omdat die toch wel vrij veel vaart maakte, tegen een ijsbergen aangevaren. En. Waterdichte schotten zijn alle aardigst, behalve als de romp over een zeer grote lengte wordt opengereten door de botsing met een ijsberg. Hetgeen in dit geval zo was. Dus het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het schip ja, onherstelbaar beschadigd was. En op, op een vrij afzienbare termijn vol zou lopen met water. En toen, was het, toen moest het schip moest verlaten worden door de bemanning en de passagiers. Of liever zeggen de passagiers en de bemanning. Nou, dat is heel matig tot slecht georganiseerd. En ik geloof ook dat er te weinig eh, 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 reddingsmateriaal aan boord was. En het gevolg is dat, ik weet niet wat is er, 1500 mensen om het leven zijn gekomen. Maar ja, de, 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 de kapitein heeft op, op onverantwoorde wijze, lijkt mij, snelheid gemaakt in een gebied waar gewaarschuwd was voor ijsbergen. Dat moet je niet doen natuurlijk. Wat een andere, nou ja. Ik weet er te weinig van, maar goed, het feit is dat het schip had geweldig, modern, waterdichte schotten. Maar je hebt niks aan waterdichte schotten als in de lengterichting de romp ingrijpend opengescheurd is. Ja, Wibo Koopmans, die overigens in uh, Straatsburg luistert, die stelde deze vraag. Overigens staat de Titanic nog steeds in lijstjes met favoriete films van Nederlanders ergens in de top. Dus mensen vinden het nog steeds leuk om zo'n oude film iedere keer ja, te zien. Ja, ik heb het. Nou, zo oud is die film natuurlijk niet. Die oh, nou, ja. is 20 jaar oud of zo. Dat, dat is nog best oud al. Ja? Oh. Twintig jaar. Weet je wat, je jallo, hoe oud ik ben? Ja, 78. Ja, precies. Dat ja. is nog eens oud. Ja, ja. <laughs> Kennelijk ik, gaan er toch mensen luisteren, ondanks het feit dat... Um, ik heb de film nooit gezien, dus die is toch wel een die film. Is het is ja. een sentimentele film toch? Ja, dat is zo met uh, Robert de Niro hè? Nee joh. Hoe die? Uh... Met DiCaprio. Ja, DiCaprio. <laughs> ja, sorry. Robert de Niro, die zou veel te oud zijn geweest voor die film. Ja. Die is dus... van mijn leeftijd. Ja. ja, ja, ja. Maar het is wel inderdaad, hij wordt iedere keer weer onder zoveel tijd, komt hij weer terug. Ja, er zijn meerdere films volgens mij gemaakt van de Titanic. Ja, toch? maar dit is wel de bekendste met uh, ja, die Caprio. Daar hebben ik ook dik geld aan verdiend, ja. Dan hebben we nog even een advocaat die zich gemeld heeft. Uh, die zegt volgens Maarten is de kans klein dat Siewert zijn miljoenen terug moet betalen. Maar als advocaat zegt deze persoon, denk ik toch dat het anders ligt. Wat Maarten zegt klopt vanuit het perspectief van de staat. Die hebben een overeenkomst gesloten die lastig aan te tasten is. Alleen acht ik de kans wel groot dat Siebert de miljoenen moet terugbetalen aan de stichting Hulpdroepen. Hij heeft hen benadeeld door, een, uh, ja, door te schuiven bijvoorbeeld met de winst van de deal die hij heeft opgestreken. De stichting heeft inmiddels een nieuw door de rechtbank benoemd bestuur. En de procedure tot ontslag van Siebert die loopt nog. Dus uh, Tim van Dijken die denkt dat het toch anders ligt. Hij heeft we zullen een, het zien. Hij heeft er een blog over geschreven. Mijn indruk is dat Siebert het zelf goed heeft luisteren. Siebert is niet stom, laten we dat voorop stellen. Nee. Dus Siebert heeft de bui wel zien hangen. Siebert begrijpt dat hij gaat verliezen met, met dat, weet dat de Randstad en, en, en die andere organisatie. Coolblue. Blue die hem een gratis diensten dienst heeft verleend. Dan gaat hij verliezen, maar dat gaat om relatief kleine bedragen. En hij heeft natuurlijk goed onderzocht in hoe, hoe groot de kansen liggen dat hij die 9 miljoen moet terugbetalen. En daar heeft hij kennelijk toch, uh, ik denk, advie, juridisch advies gekregen. Waaruit blijkt dat hij gedacht heeft dat hij het niet hoeft terug te betalen. Anders had hij het namelijk zogenaamd vrijwillig, en dan was de, had hij toch weer het haantje kunnen spelen, had hij het terug kunnen betalen omdat hij toch wel wist dat hij het uiteindelijk terug zou moeten betalen. Want was hij niet ook het bestuur van die stichting voordat er een nieuw bestuur van die stichting was? Volgens mij wel, ja. Nou ja, dus dan was hij toen ook in die stichting. Dat, dat, het, volgens mij ligt het complex. Hmm. Ik, ik denk dat hij, het kan zijn dat hij verkeerd geadviseerd is, maar ik vermoed toch dat hij zodanig juridisch advies heeft ingewonnen dat hij dat gedacht heeft, de, de kans dat ik het terug moet betalen is heel klein. Nu we toch in de rechtszaken zitten... Um... Mijn naam is Sebastian De Zee en ik woon in Zuiden in Utrecht en ik heb een vraag voor Maarten. In Amerika kennen we een hele andere invulling van het strafproces dan hier in Nederland. Daar laat een jury zich in eerste aanleg uit over de onschuldigheid of schuldigheid van een verdachte. Dit in tegenstelling natuurlijk tot hier. En nu zegt hij, sinds een aantal dagen volg ik het proces van Johnny Depp en uh, Amber Heard. Yeah. Met dubbele aandacht. Deels uit de foute nieuwsgierigheid, maar toch ook vooral omdat ik de manier van ondervragen en doorvragen van de advocaten richting de uh, verdachten en getuigen fascinerend vind. Dit gaat er totaal anders aan toe ten opzichte van Nederland in relatie tot de waarheidsvinding. En is natuurlijk de vraag die hij stelt: van, uh, hoe komt het op jou over? En um, ik ben ook benieuwd wat Maarten hiervan vindt. Ja, hij is het slachtoffer van een, een ingrijpend verkeerde beeldvorming, die vooral denk ik het gevolg is van televisieseries. Die Johnny Depp bedoel je dan? Hè? Nou, de, namelijk wat wij denken over de procesgang in de Verenigde Staten. Oh, deze man bedoel je, die ja. vraagt vraag stelt. Ja. Omdat wij, of wij, of, of mensen die denken ja, die iets van de Verenigde die verdiept hebben, we denken ja, dat is zo'n proces dat gaat altijd met een jury. En, en op zichzelf is juryrechtspraak helemaal zo gek nog niet. Want de, de kern van de juryrechtspraak is. dat in de rechtszaal. de totale zaak van voor's en tegens. en, en, en schuldigheid en alle, alle factoren. dienen volledig compleet gepresenteerd te worden aan de jury. Maar in, in de werkelijkheid. Is, is misschien een paar procent van alle rechtszaken. gaat op die ideale manier. Bij vrijwel alle rechtszaken in de Verenigde Staten. daar is een soort van. Soort, wordt een soort deal gemaakt tussen de verdachte en het Openbaar Ministerie. En in ruil voor strafvermindering. niet waar, bekent de verdachte vast. He, zodat ze geen. Want een jury. Een, 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 als alle processen in Amerika volgens de regels van de kunst. via juryrechtspraak geregeld zouden moeten worden. nou. Dan, dan was het een nog veel grotere juridische chaos in de Verenigde Staten als het toch al is. Omdat dus nogmaals de werkelijkheid is dat juryrechtspraak vrij zeldzaam is. Want we zien natuurlijk op tv zien we altijd die emotionele. Ja, er is ook een term voor, dus dat, dat, je, hè, dat, je, dat de verdachte dus een, een schikking treft met het Openbaar Ministerie. Daar is een term voor die waar ik nu niet op kan komen vanwege Alzheimer klachten. Maar dit, dit, dit is dus niet realistisch wat we daar zitten te kijken. Ja, dus. zeker in dit geval. Hé, dat was natuurlijk bij OJ Simpson, niet de dito. Ja. En het ook was onderzocht. En in principe blijkt de juryrechtspraak heel goed te functioneren. Alleen is het enorm tijdrovend. En dat niet alleen. Elke Amerikaanse staatsburger is in feite wettelijk verplicht om bij oproep in een jury te gaan zitten. Dat kan maanden duren. Zo'n zo proces kan maanden duren. Ja. Je krijgt dat. Als je, je kunt niet naar je werk. Je kunt je normale, je kunt waarschijnlijk. Ik geloof dat je niet eens naar huis kunt. Want je kunt altijd beïnvloed worden en dat mag niet. Je moet, je moet helemaal als het ware afgesloten zijn van, van wat er in de rest van de samenleving afspelen. Je kan hier allemaal krantenstukken gaan zitten lezen over de zaak waarin jij moet jureren. Maar je kunt ook complete gekjes hebben die dan in die jury zitten. Dat kan. Dat zal wel eens gebeuren. Dat kan. Maar uh, uh, ja, er zijn ook mensen die, die beïnvloedbaar zijn. OJ Simpson, een klassiek geval. Die truc met die handschoenen. Nou, daar is een deel van die jury is daarin getuind met alle gevolgen van dien. OJ is natuurlijk in het strafproces veroordeeld. En OJ is in, de, sorry, in het strafproces vrijgesproken. En in het civiele proces is hij veroordeeld. Heel interessant. Dus nee, wij, wij denken altijd juryrechtspraak en daar, dat is eigenlijk helemaal zo gek. Nog niet echt de goede juryrechtspraak, maar dat is uh, zeldzaam. Mm, helder. Um, hij zegt ook het komt wat armoedig over als je alle complexiteit van het hele rechtssysteem en de wet en dergelijke bekijkt, die uh, juryrechtspraak. Nou ja, wij hebben geen juryrechtspraak en Nederland hoeft ook niet de totale zaak in de... Uh, hoe heet het, in het, voor het gerecht uh, gepresenteerd te worden. omdat die deels natuurlijk door de rechters al flink is voorbereid. Ja. Maar ja, ook bij ons zijn er gigantische achterstanden. Het is een. ja, strafprocesrecht is natuurlijk een vrij complexe zaak. Heb je trouwens iets met sprookjes? Sprookjes, ja. Ik bedoel, je denkt aan Roodkapje. Uh, ja, je weet dat heel veel sprookjes natuurlijk. Een, een, een vaak of een gewelddadige of een seksuele achtergrond hebben. Uh, maar voor de rest. Uh, heb ik de gangbare sprookjes aan mijn kinderen voorgelezen. Hmm. Uh, je hebt de sprookjes van Andersen. Die zijn zeer de moeite waard naar mijn idee. Is Tolkien ook een sprookje? Of, of? Ja, dat kun je, met een beetje fantasie kun je dat zo want, bedenken. Want waarom van waar deze vraag? Nou, iemand vraagt of je daar een keer eens een... We hebben het over stripboeken gehad en over generieke boeken. Of oh, ook je iets over sprookjes wil zeggen. Ja. Nou ja, sprookjes zijn... Uh... Hoeft niet nu hoor, dat mag dat ook. Het uh... zijn vaak heel symbolische geschiedenissen. De verhalen zijn ook vaak oud. ...verdonen vaak natuurlijk dezelfde basisstructuur. Hè. De prins trekt erop uit. Of die zet die, de jongste zoon van de molenaar trekt erop uit. Eh, om iemand om een mens te worden. Ja. Om zijn verantwoordelijkheden te leren kennen. Nou ja, dan komt hij er al vrij snel achter... ...dat de beeldschone prinses gevangen wordt gehouden door een draak. Een vreselijke draak. Die de eerste dingen doet en zegt. En dan bevrijdt hij de prinses. En dan gaat hij met de prinses mee naar huis... En nou, dan is hij een volwassen man geworden. En dan staat er altijd, en ze er nog langer gelukkig. Terwijl de echte ellende dan natuurlijk nog maar begint. Ja. Nou ja, het sprookje. Ik, dan zou ik me erin moeten verdiepen. dat zal ongetwijfeld wel een of ander lollig verhaal zijn over. Nou ja, in heel veel culturen heb, blijken dezelfde soort van verhalen sprookjes te zijn. Ehm... Um, Zullen we er eens over denken? Oké. Okay. Heeft de kwaliteitskrant trouwens geschreven over het nieuws van de week? Namelijk dat de Thierry Baudet een kind krijgt? Dat heb ik wel ergens gezien, <laughs> ja. Want ik dacht meteen: A, ah, hij is er rijkelijk laat mee. En, en ook in verband met de omvolking is het wel zaak dat hij twaalf kinderen krijgt. He? Ja, maar zijn vriendin is volgens mij relatief jong. Nou ja, laat, laat hij er werk van maken. Ja. Ja, laat hij zich constant... Voor die, voor, vooral vanwege die omvolking is het toch een zaak van het grootste gewicht. Dat er gewoon veel meer kinderen komen. Want je weet dat het probleem is dat de West-Europeanen zichzelf niet voorplanten. Of althans, wel een beetje, maar te weinig. Ja. Dus jij, de oproep is eigenlijk, laat het niet bijeen. Mijn heen. oproep is, Jerry, het, je hebt nu genoeg verwarring gecreëerd in een samenleving die nergens zo goed voor is. Nu is het zaak om twaalf kinderen te krijgen. Kijk... In verband met de omvolking. Ja. En als hij zich daar nu helemaal op richt. dan zijn helpt iedereen. Hem, zijn wij hem kwijt. Dat is wel even handig. Ja, oh, hier nog iets over de parlevinkers. Daar hebben we het eerder ja, over gehad. De parlevinkers. Ja, nou ja, een wereldvraagstuk. <laughs> Meer parlevinkers. Spoelt u dit even door? Kunt u dit even doorspoelen? Ligt Deutschland? In ons marschiert Deutschland en hinter ons komt Deutschland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij.